Mensen! Hallo mensen! Dit is iets anders dan Diablo. Ja, we zouden eigenlijk Diablo opnemen, maar we gaan er voor een andere dag, dat we wat langer kunnen opnemen. Ja, we hadden gewoon te weinig tijd, we hebben gewoon altijd zo druk gehad. Ik ben gewoon steeds zitten kloot aan de server. En dat ging niet echt lukken, dus we dachten we doen even een uurtje dit. Ja. Nogmaals, we zoeken iemand die heel veel verstand hebben van plugins. Nou, meer ons kan helpen, meer tijd heeft. Ja. Dat is het gewoon meer. Die ene die helpt ons wel heel goed, daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. Hij helpt nog lekker ons door. Maar we zoeken gewoon ook iemand die gewoon wat meer tijd heeft. Ja. Die eigenlijk alleen maar aan onze server kan werken, die geen eigen server heeft in principe. Ja. Als we een echte, als iemand ervoor konden betalen, deden we dat. Maar goed. Maar nu terug naar deze game. Ja. We wouden het al een keer eerder opnemen, maar toen hebben we het nog niet gedaan. Andere dingen trokken ons meer. En hier waren nog heel veel fouten in. Dat het pas beter is, ze hebben het gecrashed, het was reset. Toen moest je weer je beta key weer aanvragen en allemaal gedoes. Ja. Dus we hadden geen zin meer mee. Ja. En nu zijn we weer terug. Ja, en nu iedereen was, nadat hij uit de beta ging, voor open beta, werd iedereen die in de closed beta heeft gespeeld, allemaal gereset, weer naar level 1 gebracht. En dat zijn wij dus ook. Yep. Alleen mijn maps die ik toen heb gemaakt, die zijn er nog wel, dus dat is wel leuk. Mm-hmm. Kunnen we die ene map gaan doen? Of zijn we die ene? Ja, eentje zit al best wel vol, gaan we die wel. We zitten nu bij de beginnen. Maar zullen we even... Naar de items. Niet eerst de clan? Ik zit nog niet eens in een clan. Clan kan ik nog niet maken, niet genoeg geld. Maar we gaan een leuke clan maken, dan kunnen jullie misschien ook nooit. Nou, dan heb je eerst wapens. Heb jij daar zo'n oranje hamer? Nee, wel een sleutel. Ja, ik heb een oranje hamer omdat ik mensen heb uitgenodigd zoals jou. Ah, ja. Die heb ik dan bonus gekregen. Ja, jij had ook nog Rick en zo'n ander nog uitgenodigd. Hè? Ja. Ik heb nu altijd een helm, kan ik gedragen, maar ik heb nu die 7 dagen helm bij kleren. Dat te zien hebben ze ook weer punten wat je een paar dagen voor een geweer kan gebruiken. Wat ik me dan afvraag, als je een geweer koopt van zeg maar 7 dagen, en je speelt 3 dagen niet, gaan er nog steeds van die 7 dagen afgeteld worden. Ja. Nou, dat is vervelend. Stel voor, je komt een heel duur geweer, je hebt eindelijk het geld bij elkaar, heel lang gespeeld. En dan ga je op vakantie, kom je terug, is het wapen weg. Ja, maar het is... ik vind dat ze ook van permanent in moeten zetten, dat je het voor altijd kan kopen. Hmm. Dat vind ik eigenlijk dat ze moeten doen. Ja. En dat is... Want anders moet je heel veel spelen om je wapen te kunnen behouden en winst eruit te halen. Maar je kan ook de karakter veranderen, waar doe je dat? Nou, je kan je karaktergezicht, weet ik zelf in principe niet, volgens mij. Maar je kan wel kleren aantrekken wat je special, wat je luck geeft en nog een XP boost. Dat is bij accessories, maar daar zou ik niet alles aan doen, want dat geeft je ook extra munitie. Maar volgens mij werkt dat niet samen. Ja, die helm kan je aandoen. Kijken, accessories, niks. Duurt het langer voordat ze je door je hoofd kunnen schieten. Maar je hebt ook nog allemaal... special items. Ik heb een... een boar switch. Reload. Dat is allemaal voor bouwen. Quick load. Ik weet niet eens hoe je... quick load kan aandoen. Nu heb ik die... Ik wil die quick load aan. Nee, oké. Dat werkt waarschijnlijk nog niet echt. Nee, daar zijn ze helemaal mee bezig. Maar als je bij, dan kan je zo allemaal extra... Oh, wacht, er zijn powers up, wacht. Kan je op V zetten. V heb ik nu auto-reload. Op B zet ik dan heal. N is dan... wat? Speed. Als je waar je kleren hebt, helemaal onderaan. Er zijn specials. En dan onder specials. Dan kan je op de letters V, B, N, F en T zetten. Maar je hebt dat maar een paar keer, hè? Dat speed heb je maar 20 keer. Mm-hmm. Dus dat ga ik allemaal bewaren voor als ik hoger ben, ding. Lijkt me dat handig. Ga ik het bewaren. Want je, zoals een... je hebt ook nog bij accessories.
kan je ook nog dingetjes aan doen. Ik doe niet alles aan, want je hebt 3 dingen wat je extra ammo geeft. En ik denk niet dat het dubbel opwerkt. Dus ik heb alleen die ammo belt omgedaan. Ik pak die, wat is dit? Ik heb de Army Gas Mask back. Ik pak deze. Ik heb auto reload en pistols en heal. Dat pak ik allemaal niet. Ik pak die 3 dingen, vind ik al goed zo. Ja, omdat je dat weinig kan gebruiken, bewaar ik het. Blijf het onderin staan. Slaat automatisch op, oké. Zullen we dan maar eens gaan beginnen? Heb je al bij accessories geweest? Je wat? Accessories? Ja. Die is leeg. Is die bij jou leeg? Ja. Bij mij niet. Oké, ik heb het helemaal niet gedaan. Als je, ook als je op al drukt? Eens even kijken. Accessories. Ja, niks. Heb ik daar helemaal niks. Hè? Ik heb het namelijk wel. Wat heb jij daar dan? Die hamer of zo zei je? Nee, daar heb ik de army dat ik extra XP points krijg en zo. Ik heb er niks, maar komt dat ik ook een beetje de tweede keer dat ze reset hebben, ben ik al mee gestopt hè. Daar heb ik geen zin meer in. Maar goed, ja, maar toen had ik het ook. Toen had ik het ook gebruikt. Maar ja, oké, laten we die barracks pakken. Oké. Laten we die lekker joinen. Eens kijken. Nou, gewoon een is free for all, maar maakt niet zo uit. Let's start. Trouwens, sommige mensen weten niet echt wat er van het spel is. Moeten we ook een beetje uitleggen tussendoor. Ja. Je kan bij dit spel kan je ook zelf maps maken. Maar voor special items moet je een pakket kopen wat je dan 30 dagen hebt of zo. En dan kan je special items neerzetten. Ik ben in een spel, maar ik kan niet bewegen. Nee, iedereen is nog geladen. Oké, ik ben geladen. Oké, hoi. Headshot. Maar ja, dat is eigenlijk gewoon. Het is eigenlijk sowieso. Jij hebt wel een special helm, wist je dat? Ja. Aangetrokken. Jij hebt niet die andere helm aangetrokken waar. Dat is de enige helm wat ik had. Oh, je hebt niet de 7-daagse. Apart. Maar het is eigenlijk zoiets als Minecraft. En dan dat je eigenlijk gewoon je eigen map kan bouwen voor first person shooters. En dan een beetje langzamer. Niet een fast pace of zo. Slomen. Ik hoor het geschiet, ik probeer daar naartoe te gaan. Loading. Kwaapgranaat. Auw. Dat was van mij. Maar ik heb je niet gedood. Iemand anders heeft me gekild. Fuck man, wat daar. Ah, dammit, ik ben dood. Ik vind deze map te klein voor zoveel spelers. Dit is het begin als map, hè. Dit is heel simpel gemaakt. Dit is ook standaard map. Mm-hmm. Je had ook nog een hele leuke eigen gemaakt. Oh. Ja, dat game over. Nou, dat was snel. Ik was de laatste kill. ik ben tweede. Dat is niet slecht. Tweede? Mm-hmm. Je staat niet tweede hoor. Tweede laatste. Oh, ik heb 4 kills gemaakt. Oké. Zullen we nog een keer proberen? Ja, nog 1 keer. Dan gaan we een team map zoeken. Ja, een more advanced map. Even opwarmen, waiting. Spinning around. Ik ben gekickt, what the hell? Als je niet ready hebt gedrukt. Ik ben ready. Ik stond al ready. Nu zit ik hier te wachten dat iedereen laat. Nee, jij nog moet naar laden. Ja, je bent geladen. 3, 2, 1. Je was niet eens gekikt. Ik zag een melding. Ik zag gewoon 1 keer gekikt staan. Ja, iemand was gekikt. Dat ben jij. Verdomme. Iemand achter je, hè? Weet ik. Weet niet of je het weet. Hij helpt je gewoon. Ah, wat fuck. Rotzakken zijn jullie gewoon. Het is free for all. No mercy and free for all. You're dead. Ja, iemand met een mitrailleur komt hier lekker spelen. Gemeen. He's dead. Dat klinkt wat allemaal aan. Ik heb zo'n rode hamer dan.
Ik heb een gele hamer. Dit soort, weet je waar we dit laat aan denken? Wolfenstein 3D. Laten we dit een beetje denken aan de besturing en alles. Oh crap. Oh. Headshot. Ben je weer dood? Sniper. Damn it! Ik ga hem direct voor de pistool van de sniper. Sniper is overpowered. Sniper is OP. Damn! Waar zijn de granaten eigenlijk? Ik heb een wrench. Waar zijn de granaten? Random grenade! Niemand geraakt, of wel? Ik heb geen flauw idee. Is het een fail? Oh, come on! Gaat het? Sniper weer. Die sniper is echt overpowered, die van alles binnen één schot dood. Dus die zit gewoon voor een klein ingang te wachten waar je omhoog moet. En dan komt hij een keer tevoorschijn, schiet hij en je bent dood. Hij zit aan de top. Oh my god! Hoe kan ik gewoon hier tegenop tegen een sniper? Wacht hè. Crap. Ik kan sneller zijn, ik kan een ander wapen. Ik heb die sniper gekild. Screw you, ik heb net die sniper gekillt. Oh, draai sorry, me om. Dood. Sorry, ik kan het niet laten. Niks, voor niks misschien voor al. Ik haat die mitrailleur. Oh. Damn sniper. We zijn bijna bij de 50 kills. I win, you're dead. I win, you're dead. Heal. Je weet dat je heal maar... Yeah, I got the last kill! Weet ik. Welke positie sta ik? Vierde. Nou, nu is het even iets anders te zoeken, een andere. Even kijken, wat is die andere waar vier mensen in zitten? Vijf nu. Oh, dat is ook free for all. Dat is allemaal free for all. Dat is eigenlijk dezelfde. Waar we net in zaten, ik ga terug. Nee, we zaten in barracks. Ja, waar zit jij dan nu in? Geen, zijn allemaal free for all's. Nou, dan gaan we naar drukje op dat pijltje waar nu die beginner... Ja, welke zullen we pakken? Die drukken? We gaan die andere EU pakken. Oké. De Battle EU. Mag even, waar zit je? Battle 1 EU. Oh, dat is te drukken. Mm-hmm. Welke server zullen we pakken? Er zijn er heel veel. Fast XP. Waar staat die? Ah, hier heb ik ook Fast XP uitroepteken uitreed. Oh, zo ook free fall, maar ja. Oké. Okay. Let's start kijken wat het is. Oh, ik zit vast. Oh, ze heeft geladen. Ja, hij heeft geladen. Hoi dit. Dit is gewoon een murder hole. I'm dead. And I'm dead. Oh, dit is dit. Ik snap wat ze bedoelen met fast experience. Dit is gewoon een murder hole. Ik versta je gewoon niet zo erg. Dat is vervelend. Na het reloaden moet je weer opnieuw gaan klikken. Waarom krijg ik hem niet dood, man? Ik schot heel lang op hem. Ik heb net nog een naad kunnen krijgen. Dat heb ik al.
Oeh, double kill. Ik zit precies voor granaten gooien. Ah, en dead. En dan denk ik, oh, dit is just a murder hole. Dit is toch niks? Dit is toch niet meer leuk? Moet je weg gaan, Dave? Nee, dan verlies je XP. Het is bijna afgelopen, kijk, het is afgelopen. Is nou, ik ben 8 kills. 5 kills. Ik heb gewoon een paar keer granaat gegooid. Ik ook. Dit is toch niks, dat vind ik niks. Nee, ik ook niet. Dit niks voor niks fast experience, ik dacht dat dat zoiets zou zijn. Terug, eens kijken. Sky Garden, die pakken. Oh, er zitten 9 mensen in. Dammit, kunnen 10 maar. Sky Bridge. Misschien kan je rechtermuis op en follow in vriendlist doen. Nope. Een Sky Bridge. Ik heb hem al. Kijk, waar sta jij? Oké. Dezelfde team of niet? Waar sta ik? Mijn rood, hetzelfde bij jou. Mm-hmm. Nu moeten we wachten! Wie niet ready doet, we go! Kijk hoe deze map is. Zoals ik heb nog niet eens gekeken naar de video. Ik ken hem al. Ik ken deze, wauw. Leuk gemaakt. Een brug. Is door Brickforce mensen gemaakt. De maker zelf. Mm-hmm. Ready for action. Team battle. Het is team tegen team. De andere team is aan de overkant. Sniper overheerst hier. Mm-hmm. Deze map ken ik. Deze hebben ze van Day of Defeat. 100% ik ken deze map. Ze hebben ongeveer hetzelfde nagemaakt. Brickshot. Headshot dus. Headshot. Brickshot. Ik heb assist van jou. Ik zie de hamer wat jij hebt. Ik zie de hamer. Sst, sst. Hier campen. Dank je. Jij stond voor me. Ben je gaan campen? Nee, ik ga naar boven. We zijn ook zo goed als dood. Hoi. You're dead. Ik ben naar boven aan het klimmen. Ik heb een sniper verslagen met een handpistool. Nice. I'm a sniper killer. Er zitten gewoon spawnkenning zo wat te doen. Wachten. Aha. Oh shit, ik wou hem slaan, dammit. Ik kan iemand slaan. Fire in the hole. Een pistol. Loading this gun. Wacht hè. Ah, 2 tegen 1. Laat me omhoog. Beneden zijn er veel. Brickshot. Dat is headshot dus. Ja, ik hoorde zo brickshot. Waar zijn ze? Onder de brug. Oh crap, ik ben dood. Ja, lach maar jij. Brickshot. 1 HP. 1 HP. Waar is de weg naar beneden? Ah, hier. Hier is de weg naar beneden. Geen vijanden daar. Nu even niet. Er moeten nog wat meer mensen bij komen. Hè. Dat is er eentje. Sniper. Dammit, hij is ontsnapt. Ah, oh, come on. Onvoorspelbaar.